Ik ben Lisette Tooft en ik ben al zo'n halve eeuw gefascineerd door de vraag: waarom seks? Waarom bestaan er mannen en vrouwen op aarde? Als mythosoof weet ik dat in de oude verhalen ons verteld wordt dat wij als eenheid bedacht zijn, ontworpen zijn. De allereerste bedachte mens is een androgyne mens. Ze hebben ons doormidden gesneden. Je hebt de poppen al eeuwen en eeuwen en eeuwen aan het dansen. De eeuwige strijd tussen de seksen. Waarom is dat? Nou kijk, model. Het is een gestileerd model. Ik generaliseer even. Het komt allemaal goed. Hier heb je de vrouw. Zij is ontworpen als een holte. Ze heeft een baarmoeder, een vagina. Het gebaar is, het moet erin. Kom hier, ik hou van je, je moet erin. En ook psychisch en emotioneel maakt zij zo'n gebaar. Die handen, die klauwen, die komen eruit. En zij grijpt de man en hij moet bij haar blijven. Dan komt alles goed. Dat is de vrouw, generaliserend gezegd. Hier is de man. Hij heeft het precies het tegenovergestelde, een gespannen volte. Het moet eruit. Hij moet zich laten gaan. Dat moet, anders komen er geen kindertjes. En ook psychisch, ook emotioneel is dat het gebaar. Maar kijk nu naar wat ze eigenlijk willen. Wat is het spirituele doel van het vrouwelijke? Liefde. Verbinding, liefde. Van het mannelijke? Verlossing, bevrijding, vrijheid. Liefde en vrijheid zijn helemaal niet volledig tegenovergesteld. Dat lijkt alleen maar zo. Maar in het spirituele vlak zijn zij twee kanten van dezelfde medaille. Ze horen bij elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Want liefde zonder vrijheid is geen liefde. Dat is apenliefde. Kom hier, ik eet je op. Vrijheid zonder liefde is waardeloos. Wat heb je daaraan? Niks. Dus vrijheid samen met liefde, dat is zoiets als ja, belangeloosheid, verlichting, innerlijke bevrijding. Het doel van alle religies is dat. Vrijheid en liefde gekoppeld in één mens. Dus dat is waar we met ons allen naartoe op weg zijn. Door die conflicten, door die wrijving. We nemen steeds meer, en door de intimiteit, we nemen steeds meer van elkaar over. Die vrouw begint dat vrijheidsstreven van de man over te nemen. Die man neemt die liefde van die vrouw over. En dat doen we ook tegenwoordig, want we zijn al een eindje op weg. Nou, en daar zijn we nou al eeuwen en eeuwen en eeuwen mee bezig. In een enorm sublimatieproces van dierlijk naar spiritueel. Ik denk dat we ongeveer op een derde zijn. Zij moet leren loslaten, hij moet zichzelf offeren. En dan komen ze langzaam maar zeker komen ze naar dat doel. En het doel is heerlijk, het doel is feest. Het doel is het grote huwelijksfeest van de ziel. Vrijheid en liefde trouwen samen. Dat is het eind van alle sprookjes. Eind goed, al goed. Ze krijgen elkaar en ze leven nog lang en gelukkig.